De A15 bij Bemmel kan worden doorgetrokken naar de A12. De Raad van State heeft vanochtend bekendgemaakt dat de plannen door kunnen gaan. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange discussie. Nou, het is vandaag een belangrijke dag, want het is echt een einduitspraak over de wegproject 4A15. En kort en goed, groen licht voor de weg. Er wordt al tientallen jaren gesproken over het doortrekken van de snelweg en het verbreden van de A12. In 2011 werd dit plan officieel, maar een snelle weg werd het niet. De Raad van State boog zich al meerdere keren over de plannen en elke keer moest er wat worden aangepast. Het ging vooral vaak over stikstof. Het ging hier over het zogenoemde extern solderen. En dat betekent eigenlijk dat de minister zes agrarische bedrijven heeft opgekocht en de stikstofwinst die daarmee geboekt wordt eigenlijk wil inzetten voor dit project. Dat mag, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. En in maart van dit jaar was nog niet helemaal duidelijk of daaraan kon worden voldaan. Maar dat is vandaag toereikend gemotiveerd door de minister. Burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, laat in een persbericht het volgende weten. De uitspraak van de Raad van State is een opsteker voor de regio Arnhem-Nijmegen. Met de verbreding van de A12 en het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en de A12 kunnen we de 60.000 woningen in de regio bouwen, zoals in de woondeal is afgesproken. Extra woningen leiden immers tot meer verkeer, terwijl de file-druk nu al hoger is dan ooit. We gaan nu snel met de minister, de provincie en Rijkswaterstaat in gesprek over hoe dit zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Ook vanuit gemeente Overbetuwe kwam een reactie. Verantwoordelijk wethouder Wijn te Hol laat weten: we zijn enorm blij met deze uitspraak. Na al die jaren van discussie is er nu eindelijk duidelijkheid. We zijn een groot voorstander van doortrekking van de A15. We zien dat sommige wegen vollopen, denk aan de pleiroute. Die belasting wordt met de bouw van duizenden woningen in de toekomst alleen maar groter.